ik wil eerst graag kort een woord met u delen. Veel mensen denken, als zij denken aan kerst, aan ja, lekker eten, sfeer, cadeautjes, een paar dagen vrij of misschien een wintersport. Maar kerst gaat dieper dan dat. Als wij aan kerst denken, dan denken wij aan onze Heer en Heiland Jezus Christus, aan zijn geboortedag. En dat is wat wij vieren met kerst. Nou, wat ging hier nou aan vooraf? Dat wil ik graag even met u doornemen vanuit Gods woord. In Genesis 1, daar lezen we dat God in het begin de hemel en de aarde schiep. En hij schiep ook de sterren, het heelal, de zon, de maan. Hij schiep alle dieren, hij schiep alle planten. Hij schiep alles. En daarnaast schiep hij ook de mens, Adam. En vanuit Adam nam hij een rib om een vrouw naast zijn zij te zetten. En dat was Eva. En God had Adam een gebod opgelegd. En dit lezen wij in Genesis 2, in vers 16 en 17. En dat wil ik graag even met u lezen. Daar staat, en de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Met andere woorden, dan zult gij van mij gescheiden worden. En Adam had het weer tegen Eva verteld. En dan in Genesis 3 vanaf vers 1, daar lezen wij over Satan. Die komt niet als een brullende leeuw, niet als een engel des lichts, maar als een listige slang. En dan lezen we, de slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. En hier zien we gelijk de verdraaiing en de misleiding van Satan. Want God had helemaal niet gezegd dat zij van geen enkele boom mocht eten, maar God had juist gezegd dat zij van alle bomen in de hof mochten eten, behalve van die ene. En dan gaat het vers verder en dan staat er, toen zeide de vrouw Eva tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. Anders zult gij van mij gescheiden worden. En dan staat er, de slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven. En hier hebben we gelijk de eerste leugen. Johannes 8, vers 44 zegt ook dat de duivel een leugenaar is van het begin en dat in hem de waarheid niet is. En hij laat er ook geen gas over groeien, want gelijk volgt de tweede leugen. Wanneer hij zegt, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn. Maar de duivel weet als geen ander dat er niemand is die als God kan zijn. Nou, Eva ging hierover nadenken, over deze suggestie, over deze gedachte die de duivel haar gaf. En wat is het gevolg? Het gevolg was dat ze ging twijfelen. En dat is vaak als wij over dingen gaan nadenken die Satan ons aanreikt. Dan gaan wij twijfelen. Maar het is niet goed om te twijfelen. In Genesis 3, vers 6, daar staat, en de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Dat hij een lust was voor de ogen. Deze boom werd lust. En lust werd een begeerte. En die begeerte werd sterker en sterker. En uiteindelijk gaf ze het daaraan toe en viel in zonde. Als we verder lezen, dan zien we dat ook. Daar staat ja dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was. Adam stond erbij en hij keek ernaar. En hij at, staat er. En onmiddellijk toen dat gebeurd was, toen was de eerste zonde in de wereld gekomen. En werden ze gescheiden van God. En als we dan iets verder lezen, dan lezen we dat ze in één keer bemerkten dat ze naakt waren. En dat ze zich verborgen voor God, omdat ze bevreesd waren. Maar God wil niet dat wij bevreesd zijn voor hem. God wil niet dat wij bang zijn. En God wil ook niet dat wij hem voor hem verborgen. Maar God had onmiddellijk een plan klaar. En dit plan lezen we ook in Genesis 3. In vers 15, daar staat, en ik, God, zal vijandschap zetten tussen u, Satan, en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. En dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. En dat is ook wat er gebeurd is. God stuurde zijn enige zoon naar deze aarde, om geboren te worden door de maagd Maria, en om uiteindelijk te sterven aan een kruis, zodat de scheiding die gekomen was tussen God en de mens, weer hersteld kon worden. Nou, aan de hand van een kubus wil ik u iets graag laten zien. Dit is het mooiste cadeau
wat ik u kan aanbieden. Ik zal het even openmaken. Het is een heel speciaal cadeau. Het is iets wat God u vandaag wil geven. U ziet hier de mens. En dit moet God voorstellen. En er is een scheiding tussen God en de mens vanwege de zonde. En dat is het zwarte gedeelte wat u om de mens heen ziet. En daarvoor is Jezus aan het kruis gestorven, zodat onze zonden vergeven kunnen worden. En u ziet dat hier, dat hij aan het kruis hangt. En hij hing aan het kruis en hij riep het uit. Het is volbracht. En ze hebben Jezus van het kruis gehaald en ze hebben hem begraven in een graf. En ze hebben er twee wachters voor gezet en een grote steen voor gerold. Maar God stuurde een engel, zodat toen Jezus opstond uit de dood, hij gewoon naar buiten kon wandelen. En meer dan 500 mensen kunnen daarvan getuigen, die Jezus gezien hebben nadat hij was opgestaan. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat geldt ook voor u. Misschien zit u op dit moment thuis op de bank te kijken. God houdt ook van u. En hij wil u ook eeuwig leven geven op dit moment. U kunt zelf kiezen om naar de hel te gaan. U kunt kiezen om naar de hemel te gaan. God heeft ons een vrije wil gegeven. Jezus stuurt geen mensen naar de hel. We kiezen zelf om erheen te gaan. Maar God steekt zijn hand vandaag naar u uit en zegt, kies voor mij. Nou, als u niet kiest, heeft u ook een keuze gemaakt. En als u niet kiest, dan blijft er altijd die scheiding tussen u en God. En dan zou Jezus voor niks aan het kruis zijn gestorven. Hij zou voor niks zijn begraven. Hij zou voor niks zijn opgestaan. Maar Jezus is niet voor niks opgestaan. Hij zegt, ga via het kruis naar de Vader. En daarvoor hoeft u alleen maar de hand van God te pakken. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil eeuwig leven ontvangen. Ik wil u op dit moment in mijn hart vragen. En als u dat doet, dan komt Jezus in uw hart wonen. En dan mag u de Bijbel gaan lezen. God heeft ons geschapen en hij heeft er een gebruiksaanwijzing bijgegeven. En dat is zijn woord. Zijn woord, wat een leidraad is voor ons leven. Wat een gebruiksaanwijzing is. Het is belangrijk dat u dit leest. Hebreeën 5 vers 14 zegt, door steeds maar weer de Bijbel te lezen, groeien we in geloof en krijgen we onderscheiding van goed en kwaad. Wel, deze onderscheiding heeft u nodig om goed te kunnen functioneren in uw dagelijks leven. En deze onderscheiding hebben wij ook nodig om de dingen van de boze te herkennen. Omdat hij ons altijd wil verleiden. Omdat hij ons altijd voorliegt en wij soms gaan twijfelen. En ook mag u gaan bidden. Niet alleen met uw zorgen en met uw verdriet en met uw pijn en met misschien uw ziektes, maar ook met uw vreugde. U mag alles met hem delen. Hij is er altijd voor u. Die lijn naar boven is nooit in gesprek. En ook mag u andere christenen leren kennen. En u mag elkaar bemoedigen. En u mag met elkaar naar de gemeente gaan om de Heer daar te loven en te prijzen en om het woord daar ook te ontvangen. Dat is belangrijk. God houdt van iedereen op de hele wereld en hij wil dat niemand verloren gaat. En hij wil ook niet dat u verloren gaat. En daarom wil ik u vragen of u nu een keus wilt maken voor Jezus. Of u hem op dit moment in uw hart wil vragen, zodat u ook eeuwig leven kunt ontvangen. Wilt u met me meebidden? Ik zal voorbidden en bid u mij maar na. Vader in de hemel, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij ook voor mij is gestorven aan het kruis. En dat hij op de derde dag is opgestaan uit de doden. En ik vraag u, Heer, wilt u mijn zonden vergeven? En kom in mijn hart als mijn Heer, als mijn Heiland, als mijn Geneesheer, als mijn Bevrijder, als mijn Redder en ook als mijn vriend. Dank u wel, Heer, dat ik zojuist het eeuwige leven heb ontvangen. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen en amen. Wel, als u zojuist dit gebed oprecht met uw hart heeft meegebeden, dan heeft hij eeuwig leven heeft u ontvangen. En dan wil ik u van harte feliciteren. Het is belangrijk dat u een gemeente zoekt waar u goed onderwijs krijgt. En als u misschien niet direct een gemeente weet, maar wel graag naar een gemeente wilt, stuur ons dan gewoon een e-mail. Wij willen u graag helpen om bij de juiste gemeente te komen. Wel, ik wens u Gods rijkste zegen en wellicht tot ziens. Did you know that you're there?
You know.
the sight. Glorious stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior, Christ is born. The Savior is born. Christ the Savior is born. Jesus, Lord, at thy birth. 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 Of joy and tears of pain, as heaven's angels watched in wonder. How could you, the ancient one, in the frame of man be bound, lying there with feet and hands? Fully God and fully man. Who could see and who could know you had left your kingdom?
chair.